Hallo Melfam en welkom terug bij een gloednieuwe video hier op mijn kanaal. Ik ben natuurlijk Melvin. En vandaag zijn er twee dingen nieuw op mijn kanaal. Het allereerste dat nieuw is mijn kapsel. En het tweede dat nieuw is een let's play van een spel waar ik ontzettend veel zin in heb. Een spel genaamd Resident Evil Village. Inderdaad, we zijn hier bij de allereerste aflevering van Resident Evil Village. En dit horrorspel is gemaakt door dezelfde makers als Resident Evil 7. Super vet, super leuk, ik heb er ontzettend veel zin in. En wij gaan ons gewoon duiken in deze bijzondere nieuwe wereld. Waarin wij waarschijnlijk weer een heleboel jumpscares gaan krijgen en een heleboel enge momenten. Als jullie zin hebben in deze let's play, druk dan even op dat blauwe duimpje omhoog. Ik heb dit spel helaas moeten kopen. Ik was te laat met het aanvragen van een code, dus een duimpje omhoog zou heel erg lief zijn. Maar goed, we gaan dit doen, we gaan dit spelen, we gaan beginnen in deze allereerste aflevering. Let's go! Oh mijn god. Village of Shadows, we beginnen. Long ago, a young girl went with her mother to pick berries for her father, okay. Who was hard at work. But the forest greeted them with a dark, cold silence, the bushes empty. Oh, yet man. Determined to find the berries, the rascal broke free from Mother's grasp and vanished into the trees. Mother's worried cries faded fast as the girl ran on, over vine and under branch, and into the forest deep. Feeling what? Strange eyes upon her, the girl recalled Mother's scary bedtime tales, and her throat became bone dry. Then the Bat Lord appeared. He greeted her warmly and bit his own wing. Come, child, quench your thirst, he said. So she drank the thick, dark blood and smiled with joy. Passing through the graveyard, menacing storm clouds loomed and the air turned bitingly cold. The girl was shivering in her thin clothes. Then a dark weaver appeared and with a click of his fingers crafted mist into a beautiful dress. Come, child, warm yourself, he coaxed. So she clothed herself and smiled with joy. Okay, dit is wel echt heel cool. Across waters deep and ominous she went, hoping a boat she found would carry her home. But hunger's grip tightened and her heart grew heavy. Then the fish what? King the appeared fish king? And offered one of his many fins. Come, child, eat your fill. So the girl ate and smiled with joy once more. Continuing on, she soon entered the forest's dark heart. Then an iron steed appeared, bearing a beautiful golden gear. The creature said nothing as the girl approached and snatched what she thought was another gift. Oh, man. The horse grew angry and summoned the other monsters. Terror filled the girl's heart as the wild wind rose around the beasts. Suddenly, a witch appeared, dark yet regal. Oh mijn. Dus het waren allemaal dingen die verbonden waren aan die heks. But more you took, she snarled. So more in turn is due. Oh. In a blink, the girl was trapped inside a mirror. Oh. Dat kindje. She's asleep. Dat is zeker het kind van ons. What is with the creepy story? She's only 6 months old. Woman at the store said it was traditional. A local tale. A local tale? Besides, Rose doesn't seem to mind. Because she doesn't understand it, thank God. We moved here so that she wouldn't have to deal with any of that, remember? There's nothing wrong with my memory. So? You're just being paranoid. It's not... Never mind. I'm sorry. But I'm not paranoid. I'm just cautious. Then? Go cautiously take your daughter to bed. Ja, dat wil ik wel doen. Ja, als dat de eerste gameplay momenten zijn voor Resident Evil Village, dan is dit wel nu al gewoon een topspel. Oh my god. Oké, waar zijn we dan? We zijn in ons huisje. Holy damn. It's okay, Rose. Your mother doesn't want to remember it. I can't blame her. Oh my god, daar zijn we. Oh, kijk dit dan. Hallo. Did you say something? Nee, ik zei niks. I'll put her down. Ik ga haar gewoon naar bed brengen, rustig aan. Oh mijn god, wat een leuk huisje, jongens. Even serieus.
Leuk open haartje, een tafeltje, een kinderstoeltje, eten. Oh, wat wonen we hier leuk. Wacht, dit lijkt echt verdacht veel op de indeling van dat huis van Resident Evil Village. Of ik bedoel Resident Evil 7, maar goed. In ieder geval. Voor de mensen die het nog niet doorhebben, wij zijn hier weer onze grote vriend Ethan. En Ethan was ook de hoofdkarakter van Resident Evil 7. Daar was hij voor mij die politiedetective die naar dat huis ging, die daar dat huis moest... Hou je mond dicht, Rose. Oh, eigenlijk kan ik dat niet zeggen. Maar ik was wel aan het praten. It's like I said to your mom. That book's too scary for you. Ja, misschien wel, hè. Dat was echt een eng boekje. Dat ga je toch niet aan een kind voorlezen? Maar goed. Wat ik dus zei is... wij zijn dus Ethan en Mia. En dat is gewoon allemaal van de Resident Evil... Oh, hier is niet de slaapkamer. Daar slaapt ze niet. Waar is de slaapkamer van dat kind? Moeten we dat nou echt... Wat is dit? F-turn? Your mama and I love this song so much. Oh, wat gaat dit zijn? Dit gaat een... Oh, dit is een vet oude muziekdoos. Ah. Oh. Dat is wel echt heel nice. Maar goed, ik word echt afgeleid van alle kanten. Nee, Resident Evil 7 is dus een paar jaar voor dit gebeurt, zeg maar. Mia en... what the fuck is dit voor slaapkamer? Oké, hier slaapt ze ook niet. Waar moet ik haar ooit in bed leggen? Maar Mia en Ethan zijn dus verhuisd. Ze zijn naar een veilige plek toegegaan. Een plek waar ze denken dat ze veilig kunnen wonen. Waar niks aan de hand is. En dat is eigenlijk het idee. Ze zijn nu gewoon vreedzaam samen aan het leven. Hier hebben ze een mooie grote slaapkamer waar ook... Oh, Rose in haar bedje kan liggen. Oh, kijk, daar gaat ze. There you go, sweetheart. Don't you worry. I'll be right downstairs. Aww. Daddy won't let those weird fairy tale monsters get you. Inderdaad. Ik vind het echt cute. Hoe snel slaapt ze trouwens? Wat de heck? Slaap ik maar zo snel? In ieder geval, we gaan gewoon weer terug naar beneden. We gaan bij Mia kijken. Hallo Mia, ik heb jou echt al heel lang niet gezien. Dus ik hoop dat alles ook goed gaat met jou. Ook al had je net een bepaalde uitbarsting die ik niet zo leuk vind. Maar Mia, kom eens, wat ben jij? Mia, Ethan wil jou wat zeggen. Daar staat ze, is aan het koken. Waarom kook je op dit tijdstip? Gaan we nu nog eten? Is she okay? Sleeping like a... Of ja, ik weet niet hoe laat het is, maar... Hmm, that smells good. Wat is het? Oh, hands off, mister. It's chorba de lagum. It's a local recipe. Okay. Wow, you've gone full native, haven't you? Yeah, echt, local hè? Wine too. Oh, alles lokaal. But if you're gonna keep sulking all evening, maybe you shouldn't have any. Oh, what? You really have to stop worrying. It's just finding you in Louisiana, the pregnancy, yep. Chris moving us here, military training. It all happened so fast, you know. Well, at least we're all together. You, me, Rose. Now, everything's gonna Seriously, be... Seriously? Think we can just forget about what happened in Louisiana? It happened over Resident so Evil long 7. Ago. I don't understand why you are so... Mia! Get down! Mia! Oh god. What the heck? Chris? What the Chris? Hell? Chris, sorry Ethan. No! What? Why? Wat is er aan de hand? Oh mijn, waarom werd Rose zo koelbloedig vermoord? Oh, dan hoor je Rose. All clear. Rose? What the hell are you doing with my daughter? Package secure, sir. Take him away. I said get your hands off her! Ethan, no. Rose. Dit is echt ziek begin. Wat denk? Dit is echt debiel. Het leek allemaal zo goed te gaan. Dit is echt letterlijk Dogecoin. Gewoon, het ging zo goed en woep, opeens alles naar beneden.
En we worden gebeld. Holy damn, waar zitten we nou weer? Calling? Hey Doc. Huh? Mr. Winters, I've got your daughter's results back and I'd like you to come in to talk about them. How about next Thursday 4 o'clock? No problem. Okay. We'll be there. Er is dus iets met onze dochter aan de hand. That was the Doc. She'll see us next week. Hey now. Think positively, alright? We talked about this. I know. We hardly talk about anything else. Ja, dat is wel waar. I keep telling you, it's not Rose that I'm worried about. Well then what are you worried about? About herself Look, or so? She's gonna be fine, I just know it. What else matters? We matter, Ethan! You matter! You just Mia, what are you talking about? Is there something you're not telling me? Come on, talk to me. Wie belt daar de hele tijd? Nu is het werk, wat gebeurt er allemaal? I have to take this. Dus er is iets met onze dochter aan de hand. Maar daarnaast ook met Rose en Sick. Oh, wat is dit voor cute. Deze foto is wel echt insane schattig. Even terzijde, wat de heck. Dit is echt het schattigste laadscherm ooit. En dit is minder schattig, oké. Wat, waar liggen we nou weer? In sneeuw? Serieus, is die politieauto gecrashed? Oh mijn god. Hallo? Wie is dit dan? About damn time. What's your status? Is the package safe? What are you talking about? Where's Chris Redfield? And Rose? Who is this? This is a secure channel. You are not authorized. Okay, this is... Fuck. Ik vind het echt een heel heftig begin. What the hell happened here? Ja, dat vraag ik me ook af, Ethan. What the fuck? Wat de heck is hier gebeurd? Waar zijn we? Zijn we hier ja, we zijn hier gecrashed of zo. Maar hoe zijn we gecrashed? Wat is er hier gebeurd, joh? Hallo, Pik? Ja, jij was nog die gast die voor mij dat me meedeed. En Ellen in het target, recover buddy, secure Rose, Mary Winters en Ethan Winters. Dat is onze dochter en wij. En we moesten de target hebben ze gedood. Move the two Winters to site C. Hè? Okay, dit is echt... Damn. Dit begin is heel erg ziek. Laten we maar gewoon gaan lopen. Ik heb echt geen idee wat dit is, maar dit is een ziek begin. Dus er is al die tijd gewoon nog wat geweest met Ethan en met Rose, zeg maar. Wat? En ook met Mia. Mia die werd gewoon in de eerste 5 minuten game gewoon doodgeknald. Terwijl we daar de vorige game gewoon echt fucking veel moeite voor hebben gedaan. En waar gaat dit ooit naartoe? Er is hier wel iemand anders langs gelopen, zie je dat? We volgen wel een pad, zeg maar. Dit is niet een pad waar iemand... Of ik bedoel, waar we niet alleen lopen. We weten dat dit naar iets toe leidt. Of het is een lijk of zo, dat iemand hier nog langs is gelopen en die zwaar verongelukt is. Maar goed, laten we eens kijken. Hallo. Oh nee, serieus? Gaan we nu gelijk zulke geluidseffecten erin gooien? Gaan we gelijk zulke Oeh, hier is iets. Do not enter. ik denk niet dat ik een hele andere keuze heb dan wel te enteren. Dus ja, laten we het maar doen. Ethan, ben je nou echt zo'n debiel? Fucking hell, hoe kan je daar nou je hand echt... Nou, laat ook maar. Dan ben je ook niet echt heel slim. Als je op zo'n plek gewoon al je... Hallo? Oh, we zijn hier niet alleen. We zijn hier fucking niet alleen. Hallo? Oh mijn god, ik zie dat nu pas. Wat is dit? Dat is een kraai? Oh mijn... Kan ik niet rennen of zo? Oké, dit is echt kippenvelmakend. Oeh, waarom zijn die zoveel kraaien? Wat is dit? Ah! Ik bedoel, kraa in plaats van a. Snap je hem? Kraan, dat een kraai dat... Ah! Oh mijn fucking god. Oh mijn fucking god. Ga je maar naar beneden. Ga maar. Die kraai leeft nog. Ik weet niet wat er aan de hand is. Ik kan niet eens rennen. Waarom kan ik niet rennen? Oh mijn god. Er zijn die van mij weerwolf of zo. Ik weet niet. Want van die demon die ik heb gespeeld... Ah! Daar liep iemand. Oh jongens, ik vind het allemaal niet leuk. En hier is een trap. Oh nee, dat is een brug. Het lijkt allemaal echt... Ik ben helemaal in de war. Ik weet niet wat er gebeurt. Ik snap er geen kut meer van, maar goed. We lopen door. Wat hebben we hier? Een huisje. Hallo huisje, mag ik hier naar binnen?
Misschien is hier iemand die me kan helpen of zo. Joehoe. Ik zag hier net iemand lopen, dus ik hoop dat jij mij kan helpen. Nee, niets. Joehoe. Wat ik me trouwens ook afvraag is waarom Ethan zijn zaklamp zo beroerd naar beneden schijnt. Dat is toch echt helemaal niet logisch. Je kan toch veel beter je zaklamp omhoog schijnen. Er is hier veel meer. Oké. Daar hebben we niks aan. Ik vind het een beetje eng. En wat is dit? Een kraan. Examen? Waarom gaan we dit doen? Oké, dit is wel echt kwaliteit gameplay. We hebben gewoon een kraan uitgedraaid. Wauw. Wat de heck? Waarom kan dat? Gaat dat een objective of... Oh mijn god, wat is dit? Hier woont iemand. Oh nee. Kan ik hier in die kast? Ik wil ergens verstoppen. Oh mijn god. Oké, ik kan niet in de kast. Oh, wat moet ik dan doen? Hallo? Oh, wat is dit? Oh, maar ik krijg gelijk Resident Evil 7 flashbacks. Oh nee, met die trap. Kan ik jou niet meenemen? Waarom kan ik jou niet meenemen? En oh mijn god. Oh mijn god, hallo? Pik. Wat de heck doen jullie daar? Nou ja, laten we doorlopen. Wat hebben we hier? Een kelder. Ik word hier niet heel vrolijk van. Ik word nu sowieso helemaal niet meer vrolijk van dit spel. Een knoflook. Zelfs zit hier misschien een goed iemand die juist de vampieren probeert hem eens verdrijven of zo? Want knoflook is iets wat tegen vampieren helpt, zeg maar. Dus ja, wat is dit? Examen, een foto. Wat is dit voor foto? Wat moet ik hiermee? Wat is dit? Ik heb geen idee wat het is. Ik heb hem flink ingezoomd en ik kan er echt niks van maken. Laten we maar doorlopen. Hallo. Er zit hier iets. Er zit daar iets. Er zit daar een logo. Moet ik daar naartoe? Moet ik door? Waar moet ik heen? Nog... Oh, nee. Ik denk dat we dit moeten doen. Ik weet niet wat erin gaat zitten, maar... Oh my god. Dit is echt alweer zo ziek eng gemaakt. Ik vind dit niet leuk. Maar goed, we moeten toch door. Ah! Oh my god. Kan ik hierheen? Ik zag die muur daar. Oh my god, wat gebeurt er? Kan ik niet in die kast kruipen? Wat moet ik doen? Pak die bezem, Ethan. Pak iets. Oh, wat is dit? Ik vind het niet leuk. Oh, Ethan. Waar heb je jezelf nou ingebracht dan? Het ging allemaal zo goed met Rose en Mia. En nu... Oh, hallo, hert. Je was net nog naar boven. Oh, nee. En die uil en die vos. Oh, die uil is zelfs... Oh, nee. Dit is echt eng. Zelfs een kast is hier. Wat? Serieus, je gaat hier onderdoor kruipen? Ethan. Oh, Ethan. Oh. Nee, dit is dus niet slim. Dit is dus echt niet goed. Want waarschijnlijk is het inderdaad een weerwolf of zoiets. Dat van bloed houdt en hij bloedt nu. Snap je? Of een vampier. Iets... What's your office? Ja, iets heel groots. Iets fucking groots. Holy shit, het is ook echt een net iets groter menselijk figuur, zeg maar. En hé, het is dag geworden. Oh shit. Oké, ik had eigenlijk verwacht dat we al iets gingen tegenkomen, maar dat valt dus een beetje tegen. Het is nu gewoon letterlijk in het bos lopen. Oh, kijk hoe leuk. Wat een mooi bosje, jongens. Ah, ik vind het wel een leuk bosje. Ik voel me hier wel een beetje veilig nu het ook daglicht en zo is. Holy shit. Where the hell am I? Wauw. Dit is echt heel erg ziek. Wat is dit, joh? Hallo, kraai? Nee, jij bent niks. Waar zijn wij? Moet ik hier naar beneden? Dit is echt gruwelijk. Ik ga hier wel gewoon naar beneden. Ik weet niet. Dit is hier gewoon een heel pad, joh. Een heel pad dat we kunnen volgen. Oh. Oké, dat deed hij best smooth. Moet ik toegeven. Lekker bezig eten. Maar wat hebben we hier? Oh. Een dood paard. Hallo paard. Oh nee, mijn hinder. Voor de mensen die niet weten, hinder is in het Fries paard. Dit is wel echt sad. Waarom ligt dat hier? Wat gaat die zijn? Er hangt hier ook overal knoflook. Er is hier echt iets gaande wat ik eigenlijk gewoon niet wil. Ik wil hier gewoon weg, zeg maar. Dat is een beetje het ding. Ik wil hier nergens mee te maken hebben. Ik wil hier zo snel mogelijk vandaan.
Wat was dat voor geluid? What the fuck? Ik dacht dat ik iets hoorde, maar goed. We lopen door. Wat hebben we hier? Nog meer. Hey! Dit ziet eruit als iets wat we kunnen gebruiken. Examen. Need some kind of other item. Oké. Okay. Wat is dit? Het zijn allemaal stallen. Gaan we hier nog iets van leven überhaupt vinden of niet? Dit is echt een dode boel namelijk. Het is echt een hele dode boel, joh. Er leeft hier niks, joh. Hier is ook zo'n do not enter ding. Oké, we hebben nog levende kraaien. Dat scheelt. Hier is ook iets waar een sleutel op zou kunnen. Do not enter. Oh mijn god. Wat is het voor dorp, joh? Dit lijkt wel gewoon een open world gameplay of zo. Terwijl ik dat eigenlijk niet had verwacht. En hier kom ik vandaan. Waar moet ik dan heen? Moet ik hierheen of zo? Dit toilethokje? Oh, de... Oké, dat toilethokje wordt niet meer echt gebruikt. Ik dacht even schijten, even al die angsten eruit poepen, maar dat wordt hem niet. Nou, laten we dan hier eens naartoe gaan. Hier links was namelijk ook nog een huisje. Ik wil zoveel mogelijk bekijken van dit dorpje, zeg maar. Kijk hier, wat is dit? Woont hier iemand? Hallo? Maybe they're out. Maybe they're out. Ja, als ik dit zie, denk ik het wel. Het was een beetje open deur, Ethan, dat je dat zei, maar je had wel gelijk. Ook al lijkt dit ook weer heel erg op iets wat is ingewikkeld, maar volgens mij niet. Voor mij is het allemaal fake. Hier ligt een la... Oh! Een easy to pick lock. Oh mijn god, maar we gaan dus weer een heel... What the fuck? Check hoe groot die inventory is! Gast, what the heck, Ethan? Dat zag ik echt gebeuren. Hallo? Ik weet niet wie dat deed of wat dat deed, maar er werd hier iets meegetrokken. Hier ligt een auto. Ze kennen hier auto's. Oké, dat is een goed teken. En ze hebben hier biertjes. Dat is ook een goed teken. Misschien dat we op een bepaald moment in dit spel bier kunnen drinken. Hè? Daar leef ik nou wel naartoe. Als we op een bepaald moment een biertje naar binnen kunnen werken, dan zeg ik geen nee. Dan ga ik gewoon daarmee akkoord, zeg maar. Dat maakt me niks uit. Ook al is het met de grote opperbaas van dit alles, doet me niks. Misschien kunnen we dan gewoon praten over het leven. Over dat Ethan hier eigenlijk helemaal niet hoort te zijn. En dat hij gewoon graag weg wil. Ik denk niet dat het zo makkelijk gaat, maar het klinkt wel heel fijn. En ik kan hier nergens heen. Oké, we moeten even dit logisch doen. We moeten hier waarschijnlijk naar rechts. Dit is de meest logische gangbare route hier. Dus we gaan hier gewoon kijken wat hier is. Hallo. Oh, weer een wc-hokje. We kunnen alle wc-hokjes openen. Dus... Nee, niet. Hallo? Zit er iemand te schijten daar? Joehoe! Oké, nou dan niet. Waarom gaat hij nou niet open dan? Het leek me dus logisch dat we alle wc-hokjes konden openen. Een soort van achievement of zo. Open alle wc-hokjes in. Weet ik wel hoe dit plaatje heet. Ik heb er geen idee. Hallo? Hallo? Joehoe. Ik weet niet wie dat was, maar ik kom in vrede, zeg maar. Ik ben hier zelf ook een beetje beland. Ik zoek gewoon iemand die... What the fuck? Wat zijn dat voor beesten? Zijn dat rammen of zo? Ze hebben die zulke grote koppen? Deze trekker die staat nog aan. Of is dat... What happened? Ja, dat is echt de meest goede vraag ooit. Ik weet het namelijk ook niet. What happened? Wat is dit? Graveyard Workshop Ceremony Site. Oké, maar we kunnen alleen maar deze kant op. Dus dat schiet ook niet op. Dit is wel een heel vet dorpje. Dat moet ik toegeven. Het is echt heel ontzettend gaaf in elkaar gezet. Het is echt heel mooi. Wat hebben we hier? Locked due to missing homeowner. En voor mij kunnen we dus ook straks later in dit spel zo'n kniptank vinden, heb ik het gevoel. Hier hebben we een speciale... Hello, kip. Er is nog iets in leven. Dat zijn kippen. Oh, daar ben ik blij om. We zijn niet alleen. Er zijn die kippen, jongens. Ik hou van kippen. Wat is dit? Hallo? Oké, hallo, hallo, hallo. Wat hebben we hier? Hier is nog meer bier. Kijk, we hebben echt bier. Dat vind ik fijn. En dit... Oh, we hebben een missie. We hebben eindelijk iets. We kunnen ons beschermen. Kijk, kunnen ook dingen kapot slaan? Nee, oké, we kunnen niks kapot slaan. We hebben wel... Did they just run out of the house? Ik weet niet of ik dat zou proberen. Als ik heel eerlijk ben. Maar het staat wel inderdaad aan. Of in ieder geval, het is redelijk recent gemaakt. Maar... Even, wie kan er in zulke troep leven? Alle huizen hier zijn troep. Letterlijk alle fucking huizen waar wij inkomen tot nu toe zijn troep. Friendly. Friendly. Who are you? Who sent you? Nobody. There was an accident down the road and... What's going on?
Oh no. Fuck. They're coming. Vault. Who is? What the hell was that? Do you have a gun? What? Please tell me you have a gun. No. No, why would I? Take it! Take it! Ik heb dus geen idee wat hier gebeurt. Help me, help me. Hey, are you listening? Hey! What the? Ik heb... Oh! Oh mijn god, dat zijn voor me echt weerwolven. Wat is dit? Wat de heck, wat de heck? Dead body? Ja, dat... Oké, okay, dat was echt een komische opmerking. Dat was echt heel obvious, zeg maar, dat die dood was. Een dood lichaam, huh? Is het... Dit is onder zijn huis. Oh mijn god. Wist die gast dat dit onder zijn huis zat? Oh mijn god. Gaan we dit echt examinen? We gaan zeker weten zien dat... Oh, ik weet Jesus niet. Jesus Christ. Wat is er met hun gebeurd? Wacht even. Is dat... What the hell is wrong with this place? Wacht even. Waarom... Wacht, ik wil omdraaien. Laat me even omdraaien, Ethan. Wat zit daar trouwens? Dat leeft iets. What the fuck? Dat zijn weerwolven. Dat zijn in ieder geval een soort van wolf of zo. Oh mijn god. Oh mijn god. Oké, we moeten hem neerknallen. Oké, knal hem in zijn hoofd. 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 Oh shit. Oh shit. Hij loopt heel langzaam. Hij wil graag dood van mij. Oh mijn god. Oh mijn god. Om het zo te bewegen. Dat was in Resident Evil 7 ook het geval. Dan probeer je op hoofden te schieten. En dan gaan ze zo ontzettend moeilijk doden. Dat is echt ongelofelijk. Oh, jij is dood. What the heck? What the hell? Ja, of what the hell? Dat bedoel ik. What the hell? What the heck? Wat jij wil eten. Oké. Okay. Ik schrok niet in die kelder. Omdat ik dacht dat dat lichaam wat je daar examende... op fucking Markiplier leek. Ik weet niet of ik de enige was. Ik weet niet of het intentioneel was. Maar dat was wel het gevoel dat ik had. En daardoor was ik helemaal afgeleid. Zag ik pas veel later dat er wat bewoog. En toen opeens was daar onze grote vriendelijke vriend de weerwolf. Of wat is het überhaupt? Het lijkt op een weerwolf, maar ik weet niet eens of het een weerwolf is. En we kunnen... Hey, we kunnen dingen craften. Of niet? Of nog niet? Nee? Nee, we hebben... Oh wel. Hoe werkt dit? Oh, item crafted. Ja. Yeah, we hebben ons eerste ding gecraft. Wat goed, hé. Wat goed. Nou, we hebben in ieder geval kogels. Ik bedoel, een wapen met een paar kogels nog. Die monsters die hebben weer ontzettend veel kogels nodig. Maar goed, hè, dat was in Resident Evil 7 ook zo. En dat zijn we gewend. En we gaan hier naartoe. Ja. We hebben hier een lok. Kunnen we dit... Nee, moet ik hier echt op gaan schieten? Is dit echt nu alweer een plek waar we een kogel moeten gaan verneuken? Want daar heb ik ook totaal geen zin in. Wat was dat? Was dat ik die stoel verschoof? Of was dat echt iets anders? En er liggen hier gewoon boltcutters. Oh, die kunnen we gebruiken op al die dingen die op slot zaten. Ah, dat is goed. Nice, oké. Okay. En natuurlijk op dit... Wauw, ik ben echt een debiel. Maar nu kunnen we natuurlijk deze er ook op gebruiken. Ik dacht eerst dat ik moest schieten. Maar kijk, dit werkt een stuk beter. Die zijn nou volk gemaakt. Oké, okay, hallo bloed. Wat hebben we hier nog meer? Water. En tonnen. Hallo tonnen. Hallo Melvin, zeiden de tonnen. En waarom hoor ik nou weer nog meer geluiden? Ik hoor een radio. Hallo radio. Nothing. Hier liggen kogels. Dankjewel, kogels. Ik ga gelijk naar... Oeh, 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 oeh,
Oeh, waarom? Waarom, waarom? Waarom, 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 waarom? Oh mijn god. Oké, we zijn niet alleen. We zijn niet nog steeds van die... Serieus? Waarom gaat alles hier fout? Ethan, waar de fuck heb je zelf... oh mijn god, wat moet ik doen? We zitten hier... Oh nee. Wat? What the fuck, dat is een dood lichaam. Waarom gooien ze dat lichaam hier weg? Hebben ze hem dan leeggezogen of zo? Of... Je zou toch zeggen dat ze dit opeten? Dat is zonde, man. Dat is echt gewoon vleesverspilling, zeg maar. Dat gooi je toch niet weg? Oh, nee. Oh, nee. Waar moet ik heen? Oh, mijn god. Oh, mijn god. Ik weet niet waar ik heen moet. Ik weet niet waar ik heen moet. Waar moet ik heen? Waar moet ik heen? Heen! Wat gebeurt hier? Moet ik hem doden? Moet ik hier langs of zo? Oh mijn god, er zijn hier zoveel. Oh, hij zit vast of zo. What the fuck? Grappie, hoe ben je daar gekomen dan? Oh mijn god, mijn gast die in het huis is gekomen zit vast. Wat is er aan de hand? Ik denk dat we gered worden. Ik heb het gevoel dat we gaan gered worden. Misschien wel door de Duke. De Duke hebben we ontmoet. Of moet ik hier wel langs? Oké. Ik probeer hier weg te komen, maar het lukt niet. Hij zit vast. Waarom zit jij nou vast? Wat de heck? Oké, dat is een blik. Maar wat moet ik doen? Ik denk dat ik hem moet doden. Ik ga hem gewoon doden, want dat is denk ik de bedoeling. Alleen, hij zit vast. Gast, wat doe jij? Pik. Dit gaat toch nooit werken? Oh mijn god, dit meen je? Hallo? Ik kan hem niet raken. Chapeau. Echt ongelooflijk dat mij dit overkomt. Hoe overkomt mij dit nou weer? Misschien kan ik hem slaan met mijn mesje. Hey, hij kan mij wel hitten. Wat is dit voor cheater? Pik, kom dan. Wat is dit voor kut iets? Wat moet ik doen? Oké, ik ga hier gewoon bijna dood, omdat mijn hele spel aan het glitchen is. Ik denk nog steeds dat ik hem moet doden, alleen het is echt super moeilijk. Ik moet mezelf healen nu. Wat de fuck gebeurt? Oh, shit. Ik ga alsnog mijn best doen om hem te doden. Maar dit is... Wat gebeurt hier? Waarom is mijn spel geglitcht? Ik ga hem gewoon doden en dan kijk wat er gebeurt. Ik weet niet, maar dit is zonde van... Oh, shit. We hebben een herb. Oké, ik heb hier zoveel verneukt. Er is hier zoveel verneukt op dit moment. Dit is echt super kut. Ik ga nog wel een keer zo'n first aid mat maken. Ik heb hem gemaakt. Het is zonde. Over. Wat was dit voor stukje? Waarom? Waarom moest mijn spel hier glitchen? Even serieus. Dit is gewoon te buur. If there are any survivors out there, come to Louisa's house near the fields. Survivors? Hallo? Survivors? Louisa's house? Hoe weet ik wat Louisa's house is? En oh mijn god, die hand ook. Oh, wat fucking naar. Oh damn. Nou, ze zijn weg. Hoe we dit overleefd hebben is ook maar weer een vraag. Maar goed, waar kunnen we heen? We hebben hier ook iets. Een hooi ding. Ik heb echt weer kogels nodig namelijk. Ik heb veel te veel verneukt daarom dat mijn fucking spel was geglitcht. Goed, hier kunnen we niet heen. We moeten denk ik gewoon de route volgen. Dat is eigenlijk het altijd wel met deze spellen geweest. Het lijkt heel erg open ge... Oh my god. Serieus? Er zijn hier dus nog steeds gigantisch veel beesten. Wat ik wilde zeggen, het lijkt dus heel erg open gameplay, maar toch is het altijd heel erg recht toe recht aan. En dat is aan de ene kant super fijn, want dan weet je waar je ongeveer naartoe moet. Dus we gaan... Hallo, mag ik dat oppakken? Waarom is mijn... Oh, mijn spel lijkt echt geglitcht of zo. What the fuck? Spel, doe even normaal. Ik wil dat je het gewoon goed doet, want ik wil niet onnodig veel dingen verneuken, zeg maar. Oh nee, gaan ze nou maar... Een shotgun. Ik heb een shotgun. En we moeten rennen. Ik weet niet wat hier allemaal ligt. Ik pak hier alles wat er ligt. Gunpowder. Examine is full of flour. We gaan naar beneden. Oké. Pak alles wat je pakken kan. Ethan, wil je nou alles pakken wat je kan pakken? Alsjeblieft. Kijk, it's full of flour. Ik vind allemaal flour dingen. Hier ligt ook iets. Ik weet niet wat ik allemaal oppak. Oh, maar... Hij heeft een hamer!
mijn god! Oké, ik denk dat ik beter kan gaan rennen, ja. Oh shit, oh shit, oh shit. Oh shit, oh shit, oh shit. Oh, ik ga hier wel gewoon in. Is het veilig? Ik weet niet. Hallo, eet dat paard. Oh oh. Oh oh, doe dit maar. Doe deze dicht. Ik weet niet wat hier weer gebeurt, maar dit is niet goed. Hier zit misschien nog wat in. Ik heb mezelf in mij opgesloten. Oh shit, explosive barrel staat hier zelfs. Oh, dit huis ligt wel vol met loot. Dat is het enige positieve nog, zeg maar. Ik ga hier gewoon omhoog. There is no end to them. Heb ik mezelf nou net gewoon echt... Ik heb mezelf in mij vastgezet. What the fuck? Ik word misschien... Oké, dit... Wat gebeurt hier? Wat gebeurt hier? Waarom komen er allemaal pijlen met vuur? Oh mijn god. Oh mijn god. Moet ik nou rennen of niet? Ga neer. Ga gewoon neer. Waar moet ik heen? Al die bomen gaan in de fik. Oké, we gaan wel gewoon rennen. We gaan wel gewoon rennen. Fuck deze shit. Ik denk dat rennen moet, zeg maar. Hier moeten we heen. Dit ziet eruit alsof het veilig is. Hallo. Shit. Oh mijn god. Oké. Wat we gaan doen is scrollen. Oh mijn god, waarom verneuk ik al mijn kogels? Ik ben echt de meest slechte gamer ooit. Waarom gaan jullie een uur lang kijken naar mijn let's play, zeg maar? Dat is toch echt niet te doen. Waarom kijken jullie een uur lang naar mijn let's play? Ik ga zo slecht. Ik ga zo hard dood. Wat kijken jullie naar mij? Ga naar iemand anders kijken die beter is. Ik kan dit niet. Ik kan dit niet. Echt waar niet. You're kidding. Oké, wat ik daar hoor, weet ik helemaal niet. Ik heb het gevoel dat ik alles moet doden dat hij bij mij zit. Oh mijn god. Oh mijn god. Dit is echt gewoon... Dit is echt gewoon zwaar kloten, zeg maar. Misschien moet ik mezelf weer healen of zo. En ik denk dat ik dit moet knallen. Kom maar, kom maar, kom maar, kom maar, kom maar, kom maar, kom maar. Ik heb gewoon geen woorden. Ik heb gewoon geen woorden wat hier aan de hand is. Ik ben gewoon compleet vast aan het lopen. Ik weet niet waar ik naartoe moet. Ik word achterna gezeten door 3 miljoen dingen. Ik ga mezelf opsluiten. Ik... Wat? Moet ik dit echt gaan doen? Even, moet ik... Ik weet niet... Wat gebeurt hier? Ik denk dat ik mezelf ook moet healen. Ik weet niet. We moeten onszelf zo... Au, what the fuck? Oh mijn god. Ze komen er... What the fuck gebeurt hier? Wat is de bedoeling? Ik weet niet waar ik naartoe moet. Ik weet echt niet waar ik naartoe moet. Jongens, Ik ben helemaal in de war. Er zit hier een gigantisch grote reus. Alles staat in de fik. Ik weet niet waar ik naartoe moet. Ja, nou... Dit is mijn einde, denk ik. Wat de heck? Dit is zo ontzettend vet. Oh, ze horen een kerktoren. Huh? Dit was het meest gekke stukje gameplay ooit. Want ik heb het gevoel dat dit veel te lang duurde of zo. Ik heb echt het gevoel dat dit veel soepeler hoorde te gaan, maar dat gebeurde gewoon niet. Wat? Dit was echt heel gek, want er waren zoveel dingen achter me aan het aanzitten en niks werkte. En nu opeens sprong die gast bij ons en zo. En...
Wait. Wie is dat? Wie is dat nou weer? Er loopt daar opeens een heks en wat ligt hier allemaal? Gunpowder en scrap. Oh mijn god, dank jullie wel voor die spullen. Ligt hier nog meer? Nog meer scrap. We hebben echt namelijk... We moeten meer looten. Ik weet niet waarom. We hebben zoveel net verneukt, dus we moeten ervoor zorgen dat we wat meer spullen hebben. Maar dit ook. Wat is dit voor sleutel? Waarom kan ik hier niet in? Kutspel, echt waar. We lopen gewoon door. Hallo vrouw, wie ben jij? In life and in death, we give glory. Hello? You shouldn't be out here. It's not safe. What the hell? Hey, can you hear me? It's you. The child's father. Child? Hey, wait. Do you mean Rose? Is she here? Rose! Rose, yes. She is in great danger. Since Mother Miranda brought her to the village, we have fallen into darkness. What are you talking about? The monsters? The castle bell heralds danger. They're coming! No. Wait. Where's Rose? Who's fuck? Mother Miranda? The bell tolls for us all. They're coming again! Mother Miranda. Rose is hier? Rose is hier. Er zijn zoveel dingen net gebeurd in een kort stukje. Look for Rose. Oh, alsof dat nu opeens gaat werken. En wat is dit voor mooi huisje? Check al deze kruiden, joh. Hallo, wie woont hier? Oh, wat schattig, wie woont hier? Wat is dit? Dankjewel voor de loot, zeg maar. Maar wat... Oh, kijk dit dan. Oh, great legends, the fabled monster wolf of old. May they come to eat our flesh. May they come to tear us apart. Ah, ik weet niet of ik dat nou heel mooi vind, maar Oké. Sure, er is echt heel erg veel gebeurd. In een hele korte tijd. Het was allemaal heel spannend, het was allemaal heel eng, het was allemaal echt bizar. Moet trouwens wel toegeven dat die oude heks of zo wat het was, die had wel echt een hele goede voice actor. Maar goed, we gaan door. We gaan door. We moeten wel door. We moeten nog even spelen, want het is veel te leuk om nu te stoppen, eerlijk. En ik had jullie beloofd dat deze aflevering een uur lang zou worden, dus hey, daar gaan we ook voor. We gaan door. We gaan op zoek naar Rose. Wij weten dus nu dat... Hey, een map. Een mapje van de town. Oh. Waarom ga... Ja, mag ik bewegen? Move. Oh, zo, wat een kutbesturing. Holy shit. Oké, hier zijn wij vandaan gekomen. Dat is echt helemaal daar. En dan kunnen we hier langs. Gaat dit betekenen dat nu deze hele stad open is voor mij? Slash voor ons? Het zou best kunnen. Het zou best kunnen dat we nu via allemaal mogelijke routes overal naartoe kunnen gaan. Dat we deze dingen kunnen op gaan halen en zo. En dat we hierin kunnen. Wat is dit? Nee, niet. Hallo? Oké, dat werkt dus niet. Wat is dit? Scrap! Oh mijn god, oké, we vinden eindelijk wat spul. Dat is belangrijk, dat is goed. En we moeten dus op zoek naar... Oh, wat? Ceremonies item, hoe heette dat? Castle Dimitrescu. Dimitrescu. Wat een ontzettend gave naam. Dimitrescu. Daar ligt ook iets in, daar kunnen we niet bij, of wel? Misschien via de achterkant of zo? Ook niet. Oh mijn god, waarom kan ik dat nou niet looten? Dat was echt fijn geweest dat ik dat kon looten. Hier ligt wel wat, een herb. Ik weet niet wie er nou een kruidenpla... Guess this leads to the castle. Oh. Oh nee, serieus? We hebben twee schijven nodig. Oh, damn. Oké, nou, we zijn dus nu in de stad. Ze komen terug, heeft die heks gezegd. We zijn dus niet alleen. En dit is voor mij een opslagpunt. Of... Ja. Het allereerste opslagpunt. Letterlijk 50 minuten into the game. Dat is echt bizar. Dat is echt ziek dat het zo laat passeert. En dit is... Oh. Nou, dat was eigenlijk... Oh. Oh, is dat die vrouw? Vaag. Zou dat verhaal wat Rose... wat Mia heeft verteld aan het begin van dit verhaal... Zou dat echt zijn? Wat is dit trouwens? Should disaster fall upon the village? Check out the crest. One is at the care of the church. The other is at Louisa's house. Oh, daar zijn die crests. Dus wij zijn nu at Louisa's house, denk ik. En we moeten nog naar de kerk. Dit is Louisa's house, want we hebben dus nu een van die dingen gevonden. Die we moeten plaatsen in die ding. Oké. Wat is dit? Dit ziet eruit als ook weer een of andere plek waar we een sleutel van... Ja, nee, daar komen we niet in. We moeten zoveel nog zoeken. En nu is dus weer het moment dat je een beetje de free roam elementen krijgt van Resident Evil 7. Oh, fuck, nee. Ik heb nog geen kogels, niks. Oh, nee. Kunnen jullie alsjeblieft dit niet doen?
Kunnen we erover praten of zo, zeg maar? Ik zou het fijn vinden namelijk als wij nog even wachten met het aanvallen van mij. Want ik moet eigenlijk nog wat meer kogels hebben. Zoals hierin. Hier zitten sowieso kogels in. Helemaal niet. Wat dan? Kan ik kogels maken? Kan ik kogels maken? Heb ik... Nee, niet crafting, key items, stretchen. Nee. Dan hebben we nog maar 12 kogels. Dat gaat niet genoeg zijn. Oh, hier. Ja, handgun ammo. Ja, we hebben 32 handgun ammo. Oké, nu kunnen jullie me aanvallen. Kom maar. Kom maar bij Ethan. Kom maar bij papa Ethan, om groet te zeggen. Want we zijn op zoek naar onze dochter natuurlijk. Kom maar. Kom maar bij papa Ethan. Wat zijn jullie? Oh mijn god, dat stond er. Oké. Papa Ethan ging een beetje fout. En dit is het huis van... Dit is het huis. Dit is het huis. Huh? Hallo? Oh my god. Huh? Hallo? Wie is hier? Close the door. Please. Ik vind dit allemaal zo bijzonder gek. You are the father of what is... Stay back. Please, don't hurt us. Whoa. It's okay. I'm not gonna hurt you. I'm just glad to see normal people at last. Yep, inderdaad. Have you seen any other survivors? No. They're all in Louise's house. And she's not answering and the gate is locked. That is just... Okay. He's an outsider. Outsider, man. Huh? Oh. Oh, nee. Shit, we're sitting ducks in here. Can your old man walk? No. One of the monsters cut him. Oh, shit. He's lost a lot of blood. We have to get into Louise's Shh, house. Quiet. Must be a way inside. Stay here. Be quiet. Don't move until I get those gates open. Waarom is Ethan soms zo goed voor de wereld? Waarom... Find shelter in Louisa's house. Wij moeten dus nu de route in Louisa's house gaan vinden. Terwijl zij hier fucking vandaan komen, wordt Ethan weer... Echt ongelooflijk hoor. Ongelooflijk. En hoe krijgen we deze open? Ik heb het gevoel dat ik iets heb gemist. Maar dat zou aan mij kunnen liggen. Oh wacht, is serieus hier gewoon langs? Kunnen we nu gewoon serieus het hek openen? Dat zal wel echt heel vaag zijn. Serieus. Ze hebben dus daar al die tijd in het huis gezeten. En nu heb ik gewoon die poort opengegooid. Serieus, wat was dit voor vaag stukje? Took your damn time. You're welcome. Took your damn time. Ik ben... Die man is echt een ondankbare fuck. Want ik heb letterlijk er net 30 seconden over gedaan. He's not used to relying on other people. I'm sorry. Nee, ik merk het. Wat een kut, man. We'll be safe in here. Won't we? Weet ik veel. Safer here than out there, that's for sure. Maar hey, er is nog steeds niemand. Do you know anything about what's going on around here? It doesn't make any sense. Mother Miranda has always protected us. Nobody's answer. Father? Help me. Oh my god. We have to get inside. Ja, dat begrijp ik ook wel. Jezus, wat zijn jullie fucking onafhankelijk, zeg. Wat is dit trouwens? Oh, daar ligt de andere ding. Oh, wauw. Oké, we moeten dus nu proberen hierin te komen. De deur gaat niet open. Ethan. Anybody home? Dat heeft die man net ook geprobeerd. Maybe a familiar voice. Louisa, open up, it's me, Elena. Stop. Shouting, you'll draw the monsters. Julian, calm down. Who's this? A friend. Stay back. Father, for God's sake, Julian, let us in. No, they'll smell the blood. You'll endanger us all. My father will die out here. But that's not my problem. What's going on? These people want to let a dying man into our home. Come now, these people are our friends. Go on, go inside. Come now, this way. Dit is een soort van gigantisch safe house. You're not from this village. Nee, dat klopt. No. I'm Ethan. Julian, go make yourself useful and check the grounds. I said go! Zo, die man, die zit flink onder de duim. If Elena trusts you, then so do I. Come inside, Ethan. Dit is echt heel goed tot nu toe. Ik vind het zo vet spel. Wait here. I'll check on the others.
Serieus, moet ik hier wachten? Misschien valt er wat te loot. Oh, opslaan! Hatseflats, daar gaan we. F-ok, yeah. Bam, bam, bam. Wat hebben we hier nog meer? We hebben hier een boekje of briefje liggen. Louisa, they broke in again. Got more of the livestock. I don't think we'll make it through winter at this rate. Ernest is still missing too. We can't find him anywhere. Has Mother Miranda abandoned us? Dus voor mij wat een beetje het verhaal is dat Mother Miranda gewoon een soort van in dat kasteel woonde en het dorpje altijd veilig hield. Tot aan een zeker punt en nu gaat echt gewoon, is gewoon de hel losgebarst ofzo. Maar wat hebben we hier? We hebben hier een boekje. Oh, gast, ik ben even, of vrouw, sorry, gast, ik bedoel vrouw. Ik ben even dit boekje aan het lezen. We hebben hier namelijk allemaal foto's van dit prachtige dorpje. Kijk, oh, wat mooi. Wat leuk, wat een leuk fotoalbum. Kijk, Oh, de windmolen, die hebben we gezien. Oh, en dat, ik weet niet wat dat is, maar oh. Oké. Boeien, wat hebben we hier nog? Iets anders? Nee, looten? Nee, oké. Okay, laten we dan maar hier naartoe gaan. We zijn eigenlijk in een of ander safehouse, daar ben ik blij om. Hallo, vrouw. Leid ons de weg. Ik vind het een aardige vrouw. Ook al gaat waarschijnlijk iedereen mij heel raar aankijken. Ja. Outsiders, you're gonna get us all killed. Quiet, Anton. He helped Leonardo and Elena. We were doing fine by ourselves. Ja, ja, ja. Please, take a seat. Dankjewel. Is this all that's left? From your entire village? All that's left? All that's left? There is no one left! A worthless invalid! A stupid, wailing bitch! Aww. And you! You drag a bloody man and an outsider in here like it's nothing? And expect to be all safe? There is no safe! Every sorry bastard out there has been ripped in half. But tomorrow? Tomorrow we'll all be dead. Just like her damn husband. Oh, put a sock in it, Roxanna! That's enough! This house has protected my family for generations. And drunk or not, you are all welcome and safe in here. Whatever. Can someone please tell me what the hell is going on here? We don't know. One day we were a quiet, devout village, and the next, the monsters came and attacked us. And they kept coming. Wait, Louisa, where is your husband? Did they? No. No, he is out there. Oh, nee, dan moeten wij zeker gaan zoeken. He went to get help. Yes, that's... That's it. He went to fetch help. Ja. Ik geloof het niet. Dat doe je al de hele tijd. For all of us. Good idea. Come. Gather. Oké. Okay. Gaat die man daar links ook meedoen? Nee, die man heeft daar geen zin in. Dat begrijp ik wel. Wat zielig is dit. Great ones, hear our voice. Together as one in reverence. We call on thee. Within the endless dark, to deliver us into fate's hands. As the midnight moon rises on black wings, so we make our sacrifice and await the light at the end. In life and in death, we give you glory, Mother Miranda. What? That is just now. The tea should be ready. Come help me, Elena, please. That is just from Mother Miranda. I've heard it before. There was an old woman near the graveyard. You mean the hag? Some bitch is crazy as a bag of rats. There is wisdom in her devotion, though. Okay. And I hope it protected her as it shall protect us. Oh, hij gaat dood of zo, heb ik het gevoel. What the fuck are you doing? Leonardo, what's wrong? Oh my god. Okay? What the fuck? What the fuck? What the fuck? Elena, no, stay back! No, let me go! No, no! Oh mijn god. Oh mijn fucking god. Oh mijn fucking god.
Let him go! Heel eerlijk had ik dit niet verwacht. Heel eerlijk had ik niet aanzien komen dat hij... Elena? ...veranderde. I said no! Maar dat was het safehouse. Lekker dan. I'm so sorry, father. Dat was echt van korte duur. That wasn't your father anymore. You did the right thing. Ja, dat is wel waar. Maar het huis staat nu gewoon af te fikken, zeg maar. Elena, no. There's nothing you can do. Okay. Papa! This entire place is collapsing. No. Dat is wel echt sad. You couldn't save him. He was already gone. Dat denk ik ook, ja. Leave me alone. Hoezo? Is nu mijn fout? We're getting out of here. Together. Oh no. Oh no. Oh, Elena. I'm gonna get out of here. Ja, ik hoop het wel. Ik hoop dat we hieruit kunnen komen. Het hele huis is aan het affikken, joh. Het hele huis is aan het affikken. Wat hebben we hier überhaupt allemaal staan? Een mooie keuken. Kastjes die open kunnen. Oh, wat is dat? Oké, Lai. Oh, en hier is nog een briefje. The screwdriver. Take the screwdriver out of the keyring if you need it. Out of the keyring? Oh, er zit een schroevendraaier in. Oké. Pak het. Pak dat ding. Pak die schroevendraaier. Hoe moet ik die pakken? Oh, ik moet hem eerst open. Oh, jongens, we hebben een schroevendraaier. Ik weet niet wat dat gaat doen voor nu, maar we hebben een schroevendraaier. Daar gaan we waarschijnlijk dingen mee kunnen openmaken. Nice. Dat is wat we waarschijnlijk wel echt nodig hebben in dit nu. Oh shit, het begint hier al flink te ontwikkelen. The fire's moving fast. Oh shit, moeten we hierin gaan? Nee joh. Echt? We gaan rijden met deze truck? Nee. Serieus, dit is een ding? What are you thinking? Step back. We can bust out with this. Oh mijn god. Dit vind ik echt heel optimistisch. Hit the gas, serieus? Oh my god. Oh damn. Oh shit. Zit trouwens Elena, ik zeg Ethan, maar Elena nu naast ons? Waar ben ik nou weer? Are you alright? Ja. Fine. Let me back up again. The fire. There isn't any time. Oh shit. Oh fuck. Dit is. Wat? We gaan naar boven. Oh mijn god. Die auto gaat ook exploderen trouwens. Hurry. Oké, ik hoop wel trouwens dat Elena lang in leven blijft. Want iedereen die we tot nu toe tegen zijn gekomen ging heel snel dood. Behalve dan die heks, maar oké. Don't worry. Kom op. Try not to breathe in the smoke. Try not to breathe in the smoke. Thank you, Ethan. You're kind. Dat is echt het beste advies dat ik ooit heb gehoord van iemand. I do too. Oh fuck. Come on, it'll hold. It will hold? Hoe weet jij dat nou weer dan? Oh, waarom klimmen we omhoog in een brandend huis? That's our way out. Oh, thank God. But what then? The village is still full of monsters. We can't fight them. There's too many. Hey. Yep. Hey, don't talk like that. We'll find a safe house to put you in until I can find my daughter. Oh my god. My hunch is she's in that old castle. No. That place is full of nothing but blood and death. And I don't want to be alone while you're... Father? Serieus. Elena, no. That's not him. Not anymore. Nee, hij valt op. Oh mijn god, hij is nog in transitie. Nee. Nee, Elena. Nee, als Elena nu doodgaat. Stay there! Als Elena nu doodgaat, dan ga ik. Come on, give me your hand. Ethan, go. Save your daughter. Elena, don't give up. Reach for me. Damn it. What the fuck? What the fuck? Why is everyone dying on me? Ja, is er een curse of zo op mij? Wat is dit? This is just too much. Dit is inderdaad too much. Ik kan het ook niet meer handelen, Ethan. I can't handle this fucking shit. Dit is too much. Oh mijn god. Nou, laten we maar snel even looten naar dit huis gaan. Want echt waar. I don't get it.
Hey, Ethan, I don't get it either. Even serieus. Ik begrijp er ook geen kut meer van. Waarom dit allemaal zo fout gaat en zo, is echt vaag. Ik zei nog letterlijk tegen jullie van, ik hoop dat Elena wat langer blijft, maar ja, dat was... Why the fuck is this happening again? Dat was niet zo. En wat is Shit. Inderdaad aan de hand? Ik weet het niet. We zijn in ieder geval buiten. Holy shit. Dit was echt heftig, man. Ga ik nu wel... Oh, maar nu kunnen we eindelijk dit ding openmaken met dat schroevendraaiertje. Nou, hè, hebben we toch nog één ding nuttig gevonden. Jezus Christus. Yay, we hebben een tweede plakkaat. Woe! Nu kunnen we... Oké. Who's there? Wie is daar? Stop! Mother Miranda! Mother Miranda? Hey! What was that? Dat was die man trouwens, die dan net binnen was. Die man is ook gewoon verdwenen. Mother Miranda. Oké. Ik vind dit allemaal echt veel te lucht. Wie staat daar? Oh, die heks staat daar weer. Laten we gewoon naar die heks toe gaan. Hallo heks, hoe is het met jou? Death. Yes. Death has visited them all. Waarom blijft zij leven? Oh mijn god, dit is zo eng. Ik vind dat echt veel te eng. We gaan wel gewoon deze kerk in. Hallo kerk, we kunnen hier opslaan. Ja. Holy shit, wat een ziek avontuur is dit tot nu toe. We hebben het uur makkelijk overleefd. En we gaan bij deze oude heks, gaan we ook deze allereerste aflevering beëindigen. Heb je genoten, druk op het blauwe duimpje omhoog. Wil je hier meer van? Ga dan zeker abonneren. Klik hiernaast, ontzettend zelf wat anders. Abonneer op mijn kanaal, reageer op mijn kanaal. En dan heb ik nog maar één zeggen tegen jullie. En dat is... Doei mensen, tot de volgende aflevering!